Kriebelt het al een beetje? Ja, zeker weten. Zeker weten. Het is eindelijk zover. Mijn glorie de buurt. En uh, 23 oktober is het zover. Dus het kriebelt zeker. Ja, spanning ook een beetje? Of vooral uh, Alliema, heel veel zin in? Ja, heel veel zin in. En uh, de spanning, dat is alleen maar goede spanning. En, uh, we doen er natuurlijk alles aan om er gewoon kant-en-klaar voor te staan 23 oktober. En uh, dat zijn we nu al. Ja, gretig. Ja, heel gretig. heel gretig. Ik wil de winst natuurlijk meenemen naar Den Haag. Ik uh, ga mijn stad uh, zeker op de kaart zetten. En. Uh, we zijn natuurlijk bekend om onze sterke agressieve jongens. En uh, dat ga ik zeker in Arnhem laten zien. Ja, is dat waar Den Haag voor staat voor jou? Ja, zeker weten. is. Den Haag, Den Haag is alles voor mij. Uh, ik ben er geboren en getogen. Ik ben echt de Haagenees. En uh, het, het betekent heel veel voor me. Het betekent heel veel voor me. Ik ben ook altijd blij als ik uh, Skyline Den Haag zie en terugrij naar Den Haag. En uh, het is alles voor me. Ja, je zei het al even. Het wordt je debuut voor Glory. Ja, inderdaad. In, in het Gelredome. Kan het mooier dan dat? Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk niet. Uh, eigenlijk het zou mooier zijn als het gewoon een stadion in Den Haag was van Ado. Uh, dat zou perfect zijn. Alleen helaas uh, is dat niet het geval. Hier kunnen meer mensen uh. in nu. Ja, precies. Dus uh, het wordt een heel mooi debuut. Uh, heel veel mensen die komen te kijken. En uh, ik kan er eigenlijk niet op wachten. Ja. Is het ook, dat, geeft het extra druk ook? Dat je in, in zo'n groot stadion gaat staan? Wat is nieuw voor jou, neem ik aan ook? Nee, nee, nee. Ik heb. Uh... Ik imagine al uh, sinds ik uh, een jong kind ben om uh, natuurlijk op een groot catwalk te staan om uh, voor duizenden mensen te vechten. Dus uh, dat uh, doe ik al jaren en dan denk ik bij mezelf: van ja, als dat moment komt, dan ben ik daar en dan sta ik er gewoon klaar voor. Dus uh, alle zenuwen en alle kleine trekjes, dat zijn alleen maar goede trekjes en goede zenuwen. En uh, ik ben gewoon klaar om te knallen 23 oktober. Is het, uh, je zegt al vanaf jongs aan je droom: wist je altijd al van ik wil vechten worden? Ik, uh... Ik wil eigenlijk eerst altijd de voetballer worden, tot het een keer misging op het veld. En, uh, Hoe ging het sinds... mis? Je sloeg iemand? Ik, ik, sloeg, ik sloeg de keeper terwijl ik hem voorbij wou spelen, want die trok aan me. En uh, toen sloeg ik hem neer. En uh, toen wist ik zeker van hé. Hey, Je zit gaan vechten. Ja zeker, ik heb beter gaan vechten. <laughs> en uh, met succes. Uh, ik won mijn eerste wedstrijd op knock-out en ik was meteen verliefd op de sport. En, uh, ik heb nu 40 partijen al gevochten. Ik heb er 32 gewonnen op knock-out. En uh, die lijn gaan we lekker doortrekken, zeker weten. Ja, want je bent een relatief onbekende sporter nog. Als je jouw naam googelt, dan komen er wel wat dingen voorbij, maar heel ja, weinig klopt, eigenlijk. Ja, klopt. Wat voor vechter ben jij? Hoe gaan we jou leren kennen? Ik ben een uh, hele explosieve vechter. Uh, een sterke vechter. Uh, ik ga altijd voor de knockout. Ik kan alleen maar spektakel verwachten. Dat is het enige wat je kan verwachten. Gewoon is puur spektakel. Ja, ben je een showvechter ook al een beetje? Uh, ik, ik ben geen showvechter. Ik ga wel echt voor de kill. Uh, ik uh, doe dit ook niet uh, voor de show en voor alle, uh, voor alle shine eromheen. Ik ben gewoon een broodvechter. En uh, ik kom mijn money halen. En iedereen die me in de weg staat, die ruim ik op weg. Dus, uh... Sta niet in mijn weg. Ik, ik zou niet durven. Nee, nee zeker. Ik nee. ben kleiner dan jij, dus zou nee, heel dom Alleen gaan. in de ring, hè? Alleen in de ring. Precies. En maar wat is jouw sterkste punt? Je zegt dat explosiviteit. Maar... Ja. En, en nog meer, wat zijn je wapens? Um, mijn stoten, dat zijn mijn wapens. Ik uh, kan je natuurlijk niet veel informatie geven, want dan weten ze allemaal wat mijn sterke punten zijn. Ja, kijk dit natuurlijk. Uh, ja, natuurlijk. Ja, <laughs> daar kan ik natuurlijk niet te veel informatie over geven. Maar, uh... Ik, ben een, uh, ik stoot heel snel en heel hard. Uh, mijn counters die zijn heel goed. En, uh, het afronden is nou veel beter met de benen. Dus ik uh, ben uh, nou echt een complete vechter. Iedereen is gewaarschuwd? 100%, zeker weten. Deze killer uit Den Haag. <laughs> ja, wat is je bijnaam eigenlijk? Wat... Ik heb geen bijnaam. Ja, ik heb je Achter... nog geen bijnaam? Nee, mijn achternaam is zo lang. Ik heet uh, Serkan Ustjalian. Dus die uh, ringspeakers hebben daar altijd al een beetje moeite mee. Juist je en als ze dan... bijnaam hebben Als toch? ze dan ook nog een nickname moeten uitspreken tussendoor. Het is ze... makkelijker dan je achternaam, denk ik. Ja, zeker. Ja, misschien. Uh... Misschien wordt dat mijn volgende zet een nickname verzinnen. Dus, uh... De Haagse sloper klinkt op zich wel ja, lekker. Ja, misschien wel. Ja. Slaappillen noemen ze me altijd. Want uh, iedereen die op die stoten loopt, die gaat slapen. <laughs> dus, uh, ik heb een goede linker slaappil in huis. <laughs> dan ga je vechten tegen de Amerikaan met Baker? Met Baker, ja. Glory uh, ranked number 4. Ja, dat is geen kleine jongen. Nee, zeker weten niet. Hè. Letterlijk niet. Hij is 1,98 meter. Ietsjes iets ik, langer dan jij? Uh, iets langer als ik. Uh, ja, uh... Interesseert me verder ook niet zoveel. Nee, ik, ik ga er gewoon voor en uh, ik wil hem verslaan en gewoon een statement maken en goed binnenkomen in de top drie. En dat is, uh, dat is mijn doel voor nu. Maar wat voor gevecht verwacht je? Wat, wat voor vechter is hij? Hij is een, hij is een Muay Thai vechter. Uh, een beetje Thaise kickboksen. Uh, wij zijn van Nederlandse bodem. Uh, Oldschool kickboksing. Uh, dus dat wordt echt een beukpartij. en uh, Ik ga hem eruit proberen te slaan. Ik ga hem eruit slaan. Ja? Oeh, toch een beetje ja. twijfel hoorde ik. Proberen. Ja, pro proberen he? om, uh, om het een beetje netjes te halen. Weet je? Ik wil niet uh, uit de hoogte doen, maar ik ben gewoon zelfverzekerd. En ik weet zeker dat hij op een goede stoot gaat lopen of op een goede trap. De knie wordt een beetje moeilijk, hij is lang. Ja, maar uh, ik, ga hem, uh, ik ga hem beuken.